Hey, wat tof dat jullie weer komen kijken naar een gloednieuwe vlog van de Reizers Familie Vloggers. Mijn naam is Dennis. Nova en Melissa die zijn er nu nog niet, maar die gaan we dadelijk wel in de vlog zien hoor. Wij hebben namelijk de afgelopen vlogs, toen we nog in Dubai zaten, regelmatig een oproepje gedaan aan jullie om eventueel, als jullie dat zouden willen, een verjaardagskaartje te sturen voor Nova's verjaardag. Die is namelijk afgelopen 16 september is zij 9 jaar oud geworden. Nou, maar gelukkig hebben er een hoop mensen daar een gehoor aan gegeven, dus hebben wij Nova kunnen verrassen met het overhandigen van al die kaartjes. En er zaten nog een paar extraatjes tussen. En dat had echt niet gehoeven. Maar we zijn er heel blij mee natuurlijk. Althans, Nova is er denk ik heel erg blij mee. In deze vlog gaan wij dus de kaartjes uitpakken die we allemaal van jullie hebben ontvangen. En mocht het nou zo zijn dat jullie kaartje er misschien nog niet bij zit, laat het dan zeker eventjes in de reactie weten. We zijn tot op de dag, recent nog, toen, hè, ik heb vandaag nog zelfs kaartjes opgehaald met het moment dat we deze vlog gaan editen. Hebben we eigenlijk alles gepakt. Dus mocht het zo zijn dat de kaarten niet zijn binnengekomen, laat het ons dan even weten. Want dan kan ik daar misschien even melding van maken bij PostNL. Maar we hebben in ieder geval, ik denk 12, 13 kaarten ontvangen. Dus super gaaf. Daar gaan we nu naar kijken. Alvast bedankt nou nogmaals voor jullie, dat jullie daaraan hebben meegewerkt. En op naar de vlog. Ja, en dan is het nu tijd om dit te laten zien die jullie hebben gestuurd. Nova weet nog van niks, maar we gaan het nu laten zien aan. We gaan het nu geven. Ja. Hey, waarom heb jij een omgekeerde 6 in jouw handen? Dat is een omgekeerde 6. Waar ga je naartoe? Hé, hey, Manova, je had een kaartje gekregen. Ja. Ja. Ja, ligt daar nog. Ja, die moeten we dan eventjes pakken, hè? Want je hebt een verjaardagskaartje gehad. Denken we? Ja, die zat, in jou, die zat ineens in, jou, in de brievenbus, toch? Maar we weten niet, want we hebben er nog niet gekeken. Niet? Oké. Okay. We weten niet zeker of het een kaartje. Oh, oké. Okay, nou, dan gaan we gewoon even kijken. Ja. Ja. Gaan we eens eventjes pieken wat jij, van wie die is. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar. Natuurlijk, jij bent natuurlijk bijna jarig nu, hè? Ja. Ja. Bijna deze 9. Ja, bijna die 9, die omgekeerde 6. Ja. Ja. Hij is wel goed dichtgeplakt. Hij is goed dichtgeplakt, zo te zien. Doe maar gewoon. Ja, ja, ja. Ja, ja, openmaken. Ja. Wat? Wat heb je allemaal? Wat heb je? Wat heb je? Wat heb je? Fijne verjaardag. Deze is 3D. Oh. Wow. Maar van wie is die dan? Oh. Wow, kijk nou. Er zitten gewoon centjes in. What? Wat? Gefeliciteerd en een leuke dag. Groetjes van Lilian. Ah, van de schoonmaakster. Jeetje, dat had ze toch niet hoeven te doen. Nee. Niet nee, normaal. Nee, dat is nou helemaal mooi. Ja, leg maar neer. Oké, okay, ga zitten. Ja. Je bent toch bijna jarig? Ja. Ja, en wat vind je dit wel leuk, zo'n kaartje? Je wordt er blij van, hè? Ja, hè? Nou, dan hebben we nog wat. We hebben nog wat kaartjes voor jou. Namens de kijkers. We hebben stiekem oproepen gedaan. Ja. Voor jou. Want Nova ja, weet dat dus helemaal niet. Want we hebben het al vaker verteld. Nova kijkt niet onze vlogs terug. Nee. Onze eigen vlogs. Omdat dus zij vindt. Want ik het dan al gedaan heb. Wij zijn er ja, dat klopt. Maar daardoor heb ik er gewoon bij de laatste vlogs elke keer een oproepje stiekem kunnen doen in de vlog. Om een kaartje te sturen voor Nova's verjaardag. En daar hebben ze dus erg naar geluisterd. Nou, dat is leuk, hè? Super tof, hè? Nou, dan gaan we die eens eventjes uitpakken. Ja. Dus doe maar eens eventjes kijken van wie die is. Het lijkt wel een kraskaart. Dat is zo'n krasding, ja. Ja, het is een kraskaart. Oh, dat ja is leuk. Om voorzichtig, maar niet je eigen krasje ja erop. Kijk dan, hebben ze gewoon echt geknutseld. Oh, wauw. Flamingo. Wow, ja, laat eens zien deze cool kant. Wauw, ja. En van wie is die? Oh. Nova, hartelijk gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Hopelijk krijg je veel kaartjes. Groetjes uit Venrij. Groetjes uit Venrij? Maar van wie? Wie? Nee. We weten niet oh van wie. Oh, maar dat is wel ver weg. Dylan komt bij Venrij. Venrij, dat is in Limburg, hè? Ja, inderdaad. In Limburg. Oh, wow. Misschien wel meester. Oké. Okay. Nou, heb jij dat kaartje gestuurd? Laat het even in de reactie achter. Super, super leuk. Dank je wel. Grootjes inzet. Okay, oh, ga je de eerste normale? Ja, de oh, wil je die als laatste doen? Oké, okay, Nova die maakt even een selectie tussen de dikte van de envelopjes en zo. Welke ze denken dat misschien leuk kan zijn. Hé, hey, wat leuk zeg. Leuk dit, hè? Ja, ja het toch? Leuk, zeker. Super gaaf. Ik word ook heel blij van kaartjes. Ja, spannend. Hé, hey. Hey, die is gepersonaliseerd. Hoera, 9 jaar Nova. Oh, dat is leuk. Kijk nou. Oh, wauw. Wat leuk. Ik ben benieuwd. Maar van wie is die? Ja, als je helemaal leeg is, heel goed. Dan doen we die aan de kant.
Oké, maar... ook al. Nou, wat lees voor, lees voor. Nora 9, gefeliciteerd. Beste Nova, een hartelijk gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Leuke verjaardag toegewenst, samen met je ouders. Groetjes Antoinette, Benot, Daniel, Loman. Hey, dat is Antoinette. Leuk. Kijk, die vast, onze vaste kijker. Nou, hij is ontvangen hoor. Super tof, dankjewel Antoinette. Heel leuk. Wat leuk. Deze moet bij. Oh, echt leuk. Ja. Die moet je even opzij leggen. Oh, ja, ja. Ja, oké. Okay. Volgende. Even kijken. Kijk nou, wat een kaartje. Is wat leuk zeg. Deze. Oké. Allemaal. Allemaal van. Wel veel. Ja, vroeger had je nog van die brievenopeners. Dat hebben we tegenwoordig niet meer, hè? Ja, ik denk dat ze nog best wel bestaat. Zijn die volgende keer al? Ik weet niet zo heel goed hoe ze... Nee, weet nog niet echt hoe ze enveloppen moet openmaken. Oh, tijgertje. Oh, nou moet je het Engels gaan praten. Yeah. Ja. Universe, a wonderful, wonderful you birthday. You deserve a wonderful, wonderful birthday. Zo. A wonderful. A wonderful, wonderful. Oké. Okay. Yeah, oh, hey, binnenkant is ook gepersonaliseerd. Lieve Nova, van hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een hele mooie dag van. Met iedereen die je lief is. Op naar nog hele mooie en vele jaren. Dikke kus Kirsten. Wow. En de birthday girl. En wat is dat voor beest daar ook? Alpaca, denk ik. Een alpaca of een lama. Ja, wat leuk. Oké, kijk dan. Dankjewel, Kirsten. Ik denk dat deze van oma is. Nee, dat denk ik niet. Het lijkt een beetje op. Het is wel maar niet... Nee, ik denk niet. Oh, het komt uit Rotterdam. Het komt uit Rotterdam en er staat verjaardagsfanmail op. Ja, precies. Ik ben benieuwd. Verjaardagsfanmail. Voor de jarige. Hartelijk gefeliciteerd. Hé, dat is inderdaad helemaal zelf geknutseld. Cool. Maar gaaf. Oké, laat zien. Ja, oh wauw. Ja, wauw. Oké. En ook weer zelf geknutseld. Ja, ook allemaal geknutseld. Lieve Nova, gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Groetjes Esther Doggena. Oh, Esther, kijk aan. Dankjewel Esther, wat leuk. Oh, die heeft echt mooi gedaan, ja. Wie allemaal kijkt. Ja, vaak heb je dezelfde reacties weer, maar van mensen die ook vaak reageren onder de vlog. Ja, die jullie namen dan dat is leuk hè, dat ze dan inderdaad ook nu een kaartje hebben gestuurd. Nou, oké, de volgende. Wat een moeite ook gedaan. Oké, wat hebben we hier? Oh, ja, die past heel goed bij jou. Oké, nou. Ja, een Nova, een luiaard met een nieuwe hoedje op. Die hebben we niet echt gezien, hè. Nou. Hier binnen ook. Ja. Oh. Nou, lieve Nova, gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Ik hoop dat je een dag gevuld is met plezier en vrolijkheid. Geniet van elke seconde en laat je verrassen door alle mooie momenten die op je pad komen. Veel liefs, Patricia. Nou, wat lief. Dank je wel, zeg. Ja. En wat leuk die luiaard. Ja, daar heb je punten mee gescoord. Ja, precies. Ja. Leuk, joh. Super geinig. Volgende. Ja, mooie tekst ook. Leuk. En jullie zien het, hè? De zon schijnt. Woe! Die hebben we gevraagd. Katje! Een poesiebeestje. Oh, ook al geknutseld zelf waarschijnlijk. Ja, ik kan hem openvouwen. Wow. Laat zien. Op de achterkant. Is het zo? Ja, gaaf. Dan wordt hij gewoon groter. Oké, nou. Kan die? Nee, dat is de achterkant staat het voor. Hippie Boera, Nova 9 jaar. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dennis en Melissa, jullie ook gefeliciteerd. Dankjewel. Groetjes, Sil. Silva. Sylvia. Sylvia Vering. Sylvia Vering uit Winterswijk. Ah, kijk. Winterswijk. Winterswijk. Kijk eens. Hey Sylvia, dankjewel. Superleuk. Want kijk, wij gaan dus dit weekend, we filmen dit op een vrijdag. En dit weekend vieren we dus Nova's verjaardag. Dus kun je Kaasje allemaal een leuk plekje geven? Ja, ik weet dat, op die wand. Ja. Wat? Welke wand? Ja, de panelen. De deur plakken. Dus ja, panelen. Dat wilden we het eerst doen. Oh. Panelen. Ja. Oké, volgende! Kaas! Kaas! Piep piep! Piep piep hoera! Piep piep hoera! Wat hebben we daarop staan? Hoi lieve Nova, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Fijne dag met heel veel cadeautjes en lekkere taartjes. Doe papa en mama de groetjes. Miranda uit Monster. Wow. Uit Monster? Wat moet je doen? Jullie de groetjes. Oh, dank je. Oh, dankjewel. Nou, wat leuk dat je de groetjes doet. Van wie was het ook alweer? Van Miranda. Van Miranda. Dankjewel, Miranda. Leuk dat je ook een kaartje hebt gestuurd. Super tof. Ik voel hier wat. Oké. Het hart. Nou, maak open dan. Plak er ons op. Andere kant. Ja, daar ja. Daar hoort je niet, dus dat gaat nog iets lastig zijn. Ah, dat gaat wel niet. Roze. Ja. En allemaal. Ja. Oké. Oh, dat is vrolijk. Dat voelde je. Die oogjes. Ja, die oogjes voelde je. Oh ja.
Oké. Okay. Hey. Er zit wat in. Er zit wat in. Happy birthday, Nova. Entertain. Dat meen je niet. Nou. Ja, dan weten we al gelijk van wie het is. Hè? Lieve Nova, ja. Gemakkelijk feestippetje verjaardag. Heel veel plezier. Vandaag groetjes Ronald en Naomi. Wow. Ronald en Naomi, dat hebben we de vorige keer ook al gezegd. Dat hoeft niet. Nee. Maar wat tof. Ja, hebben ze ook inderdaad een cadeaukaart voor de Intertoys erbij gedaan. Ah, yeah. Oh, wat lief, wat lief. Cool. Ja, echt ook cool. Oh ja. Zit iets in. Ja, ook iets. Die denk ik ook. Ja, die valt wel op, ja. Een gouden envelop. Ja, alleen met een zo'n ding. Ja, hippie poera staat daar alleen. Ja, LOL en 9. Is ook helemaal geknutseld. Openmaken! Hoe zat het aan je haar vast? Oh, kijk nou, dat is ook inderdaad geknutseld met een. Het zou best kunnen dat hier geluid in zit. Van harte? Wat staat er nog meer op? Deze? Van harte, 9 jaar. Deze dag is vet gaaf. Want? Wat krijg je nou? Wat is dat? Oh, feest. Ja, lees hem eens even voor. Van wie heb je hem gekregen? Voor Nova. 16 september 2024. Vandaag is een hele speciale dag, omdat je lekker feesten mag. Je hebt vast veel cadeaus gekregen, want vandaag ben je al 9. We wensen jou een hele gezellige dag met allemaal lieve mensen om je heen. Hartelijk gefeliciteerd. Veel liefst, Evie, 5 jaar en Mara. Dus Evie, dat is Evie. Wat zijn daar zijn van? Is het Avi of Evie? Ja! En dat en wat heb je daar gekregen dan? Een armbandje of ketting. Een kettingje en een gezichtsmaskertje. Oh, we kunnen ook nog een ander gezichtsmasker. Kijk, oh, wat leuk! Oh, kijk nou. Het is echt leuk, hè? Laat zien. Leuk. Ja, dit is echt heel leuk. Kijk, zo, mama, papa en Nova. Nee. Ja. Oh. Wat gaaf. Groot. Oh, echt super lief allemaal, jongens. Echt, dat hadden jullie allemaal niet hoeven doen, jongens. Een kaartje, alleen een kaartje, daar zijn we al gewoon super blij mee. Wat hadden we nou over, oh, het is een ketting trouwens. Het is een ketting. Wat hadden we van Evie en Mara, hadden we ook een keer zo'n fanpost, toch? Iets, of die, dat was toch, dat was die diamond painting van Frozen. Ja, die hebben we overigens nog gewoon boven liggen. Of van Disney, ja, van het kasteel. Ja, en die hebben we inderdaad nog gewoon boven liggen. Ja, zeker. Zeker. Dit cadeau. Ja. Ja, of kaart of cadeau. Iets. Het is een heel bruikbare envelop, dus ja, ga je voorzichtig. Ga je maar voorzichtig openmaken, ga hem omvouwen, dubbelvouwen en dan ga je hem openmaken. En wat zit er allemaal in? Oh, nog zelfs nog een cadeautje in een cadeautje. Die is aanpakken. Is kaartje. Oh, een kaartje. Dan weet je van wie het is. Hele fijne verjaardag. Zo, lang tekst. Nou, lees voor. Hoi Nova, van hartelijk gefeliciteerd. Als ik het goed heb met met je 9e verjaardag. Ik ben sinds kort jullie landalpak vlogs aan het zien. En zie dat je knutselen heel leuk vindt. Dus hierbij 2 cadeautjes. 1 die ik zelf heb gemaakt. En 1 die je zelf kan maken. Met je moeder als je dat Als je moet het goed komen, want... Er moet wel een volwassene bij. Ja. Geniet van je verjaardag. Groetjes Eline uit Friesland. Oh. Wat leuk. Nou, wat grappig. In de tussentijd rent Melissa naar de keuken. Ja. Want we waren even het eten vergeten. Ja. Ja, het gaat wel goed hoor. Ja, gaat goed. Ja, we hebben eten. We moeten niet de hulplijn inschakelen. Oké. Okay. Dus voorzichtig openmaken. Juist. Sleutelhanger! Nee. Ik denk dat het sleutelhanger is. Het zit in ieder geval goed verpakt. Ja, ik denk het ook. Niet leuk. Met van die bolletjes? Ja, niet heel leuk. Ja. Wauw, oké. Okay. Oh, en dan krijg je nu een eigen knutseldingetje, zie je dat? Oh, dus die heb je dan zelf gemaakt. Dus die heb je helemaal zelf gemaakt dan? Oh, dat is ook een priegelwerkje geweest. Wauw, gaaf hoor. Is ook sleutelhanger. Dit is een Shrinkville keychain set. Shrinkville keychain. Ja, dus je kan het helemaal inkleuren. Kijk, je kan het inkleuren. En daarna gaat het inderdaad 160 graden voor 2 tot 3 minuten. En dan kan je er een sleutelhanger van maken. Yeah. Oh, wat gaaf. En nu snap ik inderdaad dat er een volwassen bij moet zijn, omdat het er oven in moet. Ja. Hey, gaaf. En dat zijn 6 designs. Je hebt 1 blanke sheet, er is 1,5 meter waskoord bij, 32 acrylbeads, 6 keer, ze kan 6 sleutelhangers maken.
En 5 potloden en zo. Dat is een, wat gaaf. Ja, dat is een priegelwerkje geweest, hè? Deze koe. Wauw, nou super bedankt. Dus wat zeg jij ook, Nova? Dankjewel. Dank jullie wel allemaal, hè? Wauw. Ja, en vandaag is het echt feest. We zijn inmiddels weer een tweede of drietal dagen verder. Het feestweekend zit erop. En laten we dadelijk even een beetje zien wat je hebt gekregen allemaal, hè? Maar we hebben nog 2 kaartjes gekregen. 1 is bij ons gewoon bezorgd. Het zal waarschijnlijk van vrienden zijn. En eentje lag nog in de postbus. Dus heb jij die last minute nog gestuurd? Dan kan het zijn dat dit het kaartje is. Dus we gaan eens even snel kijken, Nova. En ondertussen, en jullie zien daar iets langwerpers liggen. Dat is Garfield. Ja, die is nog lekker aan het chillen. Maar wat een cadeautjes. Wat ben je verwend geworden dit weekend? Hè? Een hondje. Wat is dat? Een hondje. Gefeliciteerd. En wat staat erop? Lieve Nova, hartelijk gefeliciteerd met jouw 9e verjaardag. Hele fijne dag vandaag. Liefst Maureen Klaassen. Maureen Klaassen. Ja, Klaas en Maureen Klaas. Nou, dankjewel Maureen. Super tof dat je ook nog op de valreep een kaartje hebt gestuurd. Misschien wouden ze dat die op de dag van tot ik jarig was. Zou zomaar kunnen. Als jullie nog kaartjes hebben gestuurd, dank jullie wel ervoor, hè? Mm-hmm. Ja. En welke is deze? Want dit moet van een vriend zijn. Dit moet van een familie of kennissen zijn. Van harte gefeliciteerd. Een piratenkaart. Ja. En dat is van... Nova, van hartelijk gefeliciteerd met je 9e verjaardag. We wensen je een fantastisch... Ze verjaardag met heel veel verrassingen. Bas, Astrid en Ronald. Ah, Bas, ja, dat is jouw vriendje, hè? Bas is inderdaad een vriendje die ze al kent vanaf baby of aan, hè? Ja. Ja, die zijn bijna... Hij is 2 weken eerder jarig. 2 weken eerder jarig, hè? Ja. Hé, hey, maar laten we nog eens eventjes zien wat je allemaal hebt gekregen. Ja. Ja, en kijk, de mensen die op tijd kaartjes hadden gestuurd, die hebben we hier... Althans, we. Heb jij allemaal gedaan, hè? Heb je allemaal mooi zo opgehangen. Maar waarom is deze eettafel helemaal vol? Toch niet normaal? Jeetje, Nova, wat ben jij verwend geworden. Oh, oh, oh. Wat zien we allemaal? Doe ze een paar eruit uitzingen. Ja, die valt natuurlijk het meeste op, hè? Je hebt een cavia, speelgoed cavia gekregen. En wat kan die ook alweer doen? Hij kan bevallen. Bevallen, hè? Ja, is leuk gedaan. Dan heb je inderdaad gewoon die cavia. Die moet je eten geven en een beetje troetelen, knuffelen. Dan gaat er een hartje branden en dan komen hier de babytjes die jullie daar zien. Die komen eigenlijk uit het plafond gevallen. Dat is ook best wel zielig eigenlijk, hè. Dan komen ze daar zo uitgevallen. Ja, maar dan, cavia die kan. Kindjes kan baren. Oké, ja. Oké, nog meer leuke dingen? Een Crea chickbook. Een Crea chickbook, ja. Oh, dan kan je lekker kleuren en knutselen. Is het echt alleen maar kleuren? Ja, oké. Deze alleen maar inkleuren. Ja, Roblox te goed. Ja, en dan heb je hier een acryl paint set. Poppetje. Ja, dat is van LOL, hè? Nee, na. Hoe? Na. LOL of na? Weer eens nieuws, jongens. Na. Oké. En ik zie een bruisbal of zo. Nee. Is... Oh. Wat hebben we daar hier om ons pols? Huh? Wat hebben we om onze pols? Ja, de Loom, hè? Loom, bandjes, maar dan soft. Dat zijn gewoon soort haarelastiekjes idee. Super gaaf. Dit is wel LOL. Oh, dat is wel LOL. Ja. Oké. Dan de Little Sister. Oké. En dan zien we hier nog een Crea Art om in te kleuren. Nog wat 6 ijsjes. Die heb je hier al gemaakt zelfs. Mm-hmm. Oeh, en nog een heel veel portemonnee. En nog meer nagellak. En wat is dit voor iets raars? Dat is nanotape. Oh, is dat nanotape? Oh, dat hoort toch wel daarbij? Ja, dat is weer een of andere nieuwe raasje, hè? En dan hebben we daar nog allemaal oorbelletjes met een hele gave nieuwe oorbelstandaard. Ja, en oh, dat waren diegenen die jij ook zei, hè? Die waren gekocht toen we bij de vrouw nog waren. Ja, ik ga even kijken of ik hem scherp kan stellen, want hij doet niet scherp stellen. Oh ja, kijk. Van die gummibeertjes oorbellen. Wauw. Hé, hey, super gaaf. En maar nu ben je thuis van school. Ja. En waar ga je mee knutselen? Wat denk je? Wat wil je gaan doen? Ik wil een Roblox ding op mijn tablet gaan zetten. Oké, nou, zullen we eens eventjes gaan kijken. Wacht even. In de vorige shot hadden we gezegd van... Dit was het. En mocht je nog kaartje hebben gestuurd... Ja, hey, dan zijn die er helaas niet op tijd binnengekomen. Maar... En nou zitten we hier. Wat heb je nou weer? Wow, je hebt ineens ook een hele grote kaart gekregen. Ja, want even ter verduidelijking, jongens... We zijn nog een keer even naar de postbus gereden, want we kregen weer melding dat er nog een kaartje was. Dus we zijn weer een dag verder. En dat betekent dat we wederom nog 2 kaartjes die we van jullie hebben ontvangen gaan uitpakken. Althans, Nova gaat die uitpakken. Ja. Dus Nova, laat eens zien. Wat heb je nog gekregen voor kaartjes en van wie? Ik ben zo nieuwsgierig.
Oh, leuk. Wat? Hoera. Hoera, gefeliciteerd. Laat zien. Laat de voorkant even zien over. Ja, hoera, gefeliciteerd. Oké. En van wie is die? Lieve Nova, van hartelijk gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Maak er een mooie dag van dat je maar goed verwend mag worden. Groetjes uit Zuid-Frankrijk van Pim. Uit Zuid-Frankrijk? Heeft Pim die helemaal uit Zuid-Frankrijk gestuurd? Vandaar dat hij wat later is. Dat snap ik inderdaad, dat hij wat later is. Oh, leuk. Ja, en Pim, we hebben bijna ook een jubileum, hè? Dat je al bijna 2 jaar superfan bent van ons. Ja, maar dat vind ik wel tof dat hij het vanuit Zuid-Frankrijk zelfs super tof. Opstuurt. Echt niet normaal. Nou, en dan hebben we er nog eentje, de kleine kaart. Inderdaad, ook gestuurd naar onze postbus. Een A4 formaat gewoon. A4? Dit is, nee. Dit is groter, schatje. Ja, denk je? A4 is de helft hiervan. Nee. Ja. Ik wil een A4 hebben nu. Ja, hebben we nou niet. Oké. Maak open. Oeh, spannend. Zie je? Is groter. Ja. Oké. Iets groter. Ja. Zo. Wat? Fijne verjaardag van een poesje. Zo. Oké. Ja, Giel, een vrolijke en feestelijke dag. Lieve Nova, we wensen jou een hele fijne dag met veel aandacht, gezelligheid en lekker veel taart. Genieten van jarige Jet. We kijken altijd met heel veel plezier naar jullie vlogjes. Liefst Nicole en Jari. Nicole en Jari, dankjewel. Dat is inderdaad nieuw. En dat is wel in ieder geval wel lekker makkelijk leesbaar. Ja, zo groot, zeg maar. Dat is echt een leuke. Die is echt heel leuk. Nee, maar wat tof. Een kleine racer. Ja, op de valreep nog binnengekomen. Super, ja, bedankt daarvoor, hè? Ja, echt leuk. Dat maakt het wel af, hè? Dus we hebben al ongeveer, denk ik, een 18 kaartjes ongeveer gekregen. Het zal zoiets zijn. Ik weet het niet eens. Meer, denk ik. Ja, meer? Ja, ik denk het ook wel. Nee, ik denk al zoiets. Want we hadden eerst voor mij 10 en toen nog 3, 2, ik denk rond 16. Ja, rond de 16 kaartjes. Ja. Dus wat leuk dat 16 van jullie er ongeveer 16, de gehoor aan hebben gegeven om een verjaardagskaartje te sturen voor Nova. Dus en wat voor hartstikke ook. Bedankt. Echt leuk allemaal. Ja, superleuk. Stiekem door de lamellen heen. Nova filmen die buiten aan het basketballen is. Yep. Ja, dat betekent wel. Ja. Tot wij deze vlog gaan afsluiten. Jawel, hè. Laten we haar nog even zo kijken. Ze zag het. Ja, ze zag het. Ze moest lachen. Haha. Hoe bezig. Ja. En toen zat ze ineens weer hier. Hoe dan? Net als je van buiten aan het basketballen. Kan je goed, hè? Vind je leuk ook, hè? Met een kleine basketbal. Ja. Dan gaat ze helemaal stuiterend zo heel de tuin door. Ja. En dan probeer je te scoren in de trampoline. Oh, dat is wel makkelijk, hè? Dat is wel een grootste ding, ja. Ja, precies. En een spel. En ze heeft in haar hoofd een heel spel is aan het doen, hè? Met allemaal anderen zogenaamd. En helemaal, het is echt, heel onze tuin staat vol. Ja. Dat is prima. Leuk. Maar dit was dus de kaartjesvlog. Ja, we hebben inderdaad alle kaartjes uitgepakt die wij hebben gekregen tot 18 september. Wow. Dat is wel heel veel, hè? Ja. Maar volgens mij waren ze stuk voor stuk mooi en origineel en zelfgemaakt en leuk. Gepersonaliseerd. En dan zelfs inderdaad nog twee met eentje met een cadeaukaart. Oh, van de Intertoys. De andere was met een knutseltje. En met het hangertje. Ja. Ja, echt. Ja, wat een verwennerij. Oh, en nog dat gezichtsmasker. Oh ja, dat gezichtsmasker. Dat ook nog bij. Nou. Ja, wat ben je weer verwend. Ja, en dat allemaal doordat de kijkers onze vlogs kijken. Ja, lief, hè? Lieve. Echt leuk, al die moeite die jullie doen. Dat was toen met mijn verjaardag ook wel eens met Dennis. Dat is eigenlijk gewoon alles wat er wordt gedaan. Ik blijf het dan heel bijzonder vinden. Van zoveel moeite en zoveel leuke dingen. En dat heeft toch weer Nova's dag nog wat mooier nog gemaakt. Specialer nog specialer gemaakt. Leuker gemaakt. Ja, en onze wand was mooi aangekleed met al die kaarten. Die heb ik laten zien. Ja, er vallen er wel steeds meer af. Want de plakbandjes gaan losraken. Maar hey, het is ook alweer bijna voorbij allemaal. Dus het hangt nog even dit weekend. En dan gaan ze er weer af. Dan is het weer even voorbij. Dan moet je weer een jaartje wachten. Dus, wat wil jij tegen de kijkers nog zeggen? Heel erg bedankt voor alle kaartjes. Ja, hè? Nou, dat is super echt bedankt. Ja, maar dat betekent ook wel dat we nu aan het einde gekomen zijn van deze vlog. Ja, dat helaas ook. Ja. Dus, ben je nou niet geabonneerd? Zeker even doen hieronder, hoor. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. En aan de zijkant van die knop vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Handig. Ja. Het is ook mogelijk om ons te sporten. Ja. Kort maar krachtig. We hebben een Etsy webshop waar wij 3D gepersonaliseerde naamsleutelhangers kopen. En binnenkort nog een hoop andere leuke dingen die erbij gaan komen. Dus hou het allemaal goed in de gaten. Op www.reizigers.nl/Etsy. Daarnaast hebben wij een merchandise shop waar wij kleding, knuffels, mokken, etc. verkopen. Kijk daarvoor even op www.reizigers.nl/shop. Ja. Het is ook mogelijk om ons te
supporten via YouTube zelf. Jullie zien hier een aantal namen staan. Super bedankt daarvoor. Via YouTube kan je lid worden op ons kanaal. En dan krijg je de exclusiviteit voor terug. Wil je precies weten wat het inhoudt? Klik dan even op de lid worden knop. En dan leg ik het in een video aan jullie uit. Handig. Ja. Post. Post. Ja, dat hebben we heel veel gehad al. Dus dat, de meeste weten onze postbus intussen te vinden. Maar dat hoeft niet alleen voor een verjaardag te zijn hoor. Heb jij een leuk knutseltje? Ja, gewoon een mededeling. Iets leuks wat je even wil zeggen. Een kaartje. Een tekening. Briefje, een... Wat dan ook. Iets. Je mag het naar ons sturen als je dat leuk vindt. En wie weet komt het in onze vlogs terug. Ja, meestal wel. Kan je doen naar Rijtjesfamilievloggers. Postbus 160 4870 Anton Dirk in Etten-Leur. Laat natuurlijk die dikke duim omhoog achter voor de video. En dan willen wij jullie bedanken voor het kijken. En niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei. Doei.